We sluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht blijft het half bewolkt. Aan het eind van de nacht is er lokaal nevel of mist mogelijk. Morgen, Wereldmeteorologische Dag, wordt het tijdelijk meest bewolkt, met in de middaguren, vooral in het binnenland, kans op één enkele bui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen het lokaal af en toe winderig kan worden.